Ja, 1930, dat is het bouwjaar van de woonboerderij waar we hier nu staan. En 1930 zag het hier allemaal heel anders uit, want destijds was dit de doorgaande weg tussen Amersfoort en Zwolle. Het was een onverharde weg, dus geen wonder dat hier verschillende woonboerderijen gebouwd zijn. En we zijn nu bij een van die mooie woonboerderijen. Het is Zuiderzeestraatweg nummer 39. Ja, en op dit mooie plekje, op gepaste afstand van de weg, mogen wij deze vrijstaande, charmante woonboerderij aanbieden. En als ik charmant zeg, dan zeg ik volgens mij niets te veel. Want de huidige bewoners hebben hier niet alleen met liefde gewoond, maar het ook echt goed onderhouden en gemoderniseerd. Vanaf 2011 is vrijwel de hele boerderij gemoderniseerd, gerenoveerd door een goede aannemer. Het hele dak is vernieuwd met nieuwe dakpannen, dakisolatie, 13 zonnepanelen op de andere kant. De gevels zijn mooi wit gepleisterd, nieuwe kozijnen, dubbelglas, noem het maar op. En ik moet echt waarschuwen, want dit is echt een woning waar u verliefd op gaat worden. Ja, oorspronkelijk zat de voordeur aan de voorkant, ook aan de Zuiderzeestraatkant. Tegenwoordig zit de deur aan de achterzijde met daar ook een ontsluiting en een oprit, waardoor u makkelijk bij de woning kunt komen. Het geheel staat op een kamer van ruim 650 meter en is echt heel mooi ingedeeld. Hier een mooie tuin waar u in alle privacy kunt zitten, maar toch het zicht even op de weg. Verschillende zitjes, een oprit aan de achterzijde, een moestuin, een plek voor de kippen en een heerlijk bijgebouw wat vorig jaar nog gerealiseerd is. Ja, zoals gezegd is het dus een ontsluiting aan de achterzijde, dus aan de oude hoge weg. En daar is eigenlijk voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, maar eventueel ook parkeergelegenheid aan de weg zelf. En u bevindt zich echt midden in het dorp van Doornspijk. Dus aan de ene kant heeft u het buitengebied, het Veluwemeer, aan de andere kant de zandverstuivingen. En hier midden in het dorp heeft u de voorzieningen echt op korte afstand. Hier aan het eind van de straat vindt u de supermarkt, maar ook andere voorzieningen zoals de fietsenmaker, het dorpshuis en andere zaken zijn op korte afstand te vinden. Nunspeet en Elburg zijn op 5 à 10 autominuten te bereiken, dus eigenlijk alles vindt u wel op korte afstand. Ja, en de karakteristieke uitstraling die gaat hier hand in hand met comfort en moderne gemakken. Dus alles is binnen netjes afgewerkt, keurig afgewerkt, maar vooral ook neutraal en eigentijds. Dus zoals u buiten de witte gevels met de donkere kozijnen ziet, is ook binnen alles modern en eigentijds afgewerkt. De woning heeft in totaal 5 slaapkamers, 2 op de verdieping, 3 op de begane grond, maar ik ga het nu eerst binnen laten zien. Komt u verder. Ja, we komen binnen aan de zijkant. Hier is de ingang met de hal naar verschillende slaapkamers. Ooit was hier de deel, zonder de koeien. En dat is uiteraard nu omgebouwd tot woonruimte. En daardoor heeft het op de begane grond 3 slaapkamers. Laat ik u straks zien. Allereerst gaan we naar het woongedeelte. En het hart van het huis, dat vormt toch wel de keuken. Eigenlijk een woonkeuken moet ik zeggen, want hier is een eettafel. En hier een ruime keukenopstelling. Hij is nog geen 5 jaar oud en ook voorzien van alle moderne gemakken. Veel kastruimte. En heeft een koelkast, een fijne spoelbak, een vaatwasser en inductiekookplaat. En aan de andere kant nog een opstelling met een ingebouwde keukenmachine en een oven. En tenslotte heeft u nog opslaandeuren naar de tuin, waardoor u niet alleen lichtinval krijgt, maar ook zeker in de zomer de verbinding heeft met buiten. Ja, zoals ik er buiten al zei, moderne gemakken gaan hand in hand met karakteristieke details. Denkt u aan de glas en lood binnendeuren, fraaie balkenplafonds en natuurlijk ook de ensuite deuren naar de woonkamer die aan de voorzijde is gelegen. Ja, en de woonkamer, die is aan de voorzijde gelegen, eigenlijk in het voorhuis. En wat ik zeg, aan de voorzijde is die gelegen, waardoor u zicht heeft over de tuin, naar de voorgelegen weg. En ook de woonkamer is een gezellige ruimte. Er is centrale verwarming uiteraard, maar centraal in de woonkamer is een pelletkachel geplaatst die niet alleen zorgt voor warmte, maar ook voor sfeer. En terug in de hal waar we net binnenkwamen, daar zijn de overige vertrekken te vinden. En dat zijn 3 slaapkamers en de badkamer. Allereerst hier een slaapkamer. En die slaapkamer is voorzien van een raampartij met een leuke roedeverdeling, geheel in stijl. En uiteraard ook voor lichtinval en ventilatie. Ten slotte is deze slaapkamer voorzien van een vaste wastafel. Ja, en de volgende slaapkamer, die is ook in deze hal gelegen, die kunt u hier vinden. Uiteraard zijn alle slaapkamers voorzien van centrale verwarming en voldoende ruimte voor een eenpersoonsbed, een kast en eventueel een bureau. Ja, nu we de eerste 2 slaapkamers hebben gezien, gaan we eerst naar de badkamer. Naast de badkamer is er nog een afzonderlijk toilet, dus echt een aparte toiletruimte. En vervolgens hebben we hier de badkamer. Hij is voorzien van een wastafel met een meubel, een lichtbad. De hele badkamer is voorzien van vloerverwarming. En daarnaast vindt u nog een opstelling voor de wasmachines en een grote inloopdouche. Ja, en als ik de bedsteden eens mee zou tellen, dan zouden er nog meer slaapkamers zijn. Hebben we natuurlijk niet gedaan, maar u zult hem waarschijnlijk gaan gebruiken als inloopkast. En tenslotte hebben we de laatste kamer op de begane grond. Dat is de 3e slaapkamer. Het is de oude slaapkamer. En hij is aan de voorzijde gelegen, waardoor er ook een raampartij aan de voorzijde is. Ja, en op de bovenverdieping, daar komen we eerst op de voorzolder, de overloop. En vanaf hier zijn er nog 2 slaapkamers. Hier achter mij vindt u de eerste slaapkamer. Op de overloop is nog een airco-installatie aanwezig. Daar kunt u beide kamers en de overloop mee koelen.
En vervolgens hebben we hier de tweede slaapkamer op deze verdieping. Het is een mooie slaapkamer, voorzien van een dakraam, centrale verwarming en ook verschillende vaste kasten. Ja, en zo verzorgd en netjes als binnen alles is, is het ook buiten. U ziet het, de tuin is echt keurig aangelegd. Mooie hagen, verschillende plantingen, nette sierbestrating. En aan deze kant hebben we nog ruimte voor een hobby. Ja, ik zou haast zeggen, u bent hier bijna zelfvoorzienend, want u heeft hier een eigen moestuin waar u eten kunt verbouwen. Een grote kippenren met een kippenschuur in de vorm van natuurlijk een hooiberg. Dus u heeft hier alle ruimte om uw hobby uit te voeren of inderdaad uw eigen eten te verbouwen. Ja, en als er iets wordt gedaan, dan wordt het goed gedaan. Zo ook bij deze schuur. Hij is vorig jaar gebouwd, hij is nog geen jaar oud. Een mooie houten schuur met hier aan de voorzijde een veranda waar u in alle privacy kunt zitten, maar toch wat te zien heeft. En aan de achterzijde een mooie berging voor het opslag van fietsen, tuinsgereedschap en andere spullen. Bent u nou ook benieuwd geworden naar deze woning, deze charmante woning met ruimte om de deur waar u alle mogelijkheden heeft? Nou, belt u dan ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een bezichtiging? Of zoekt u de website Zuiderzeestraatweg West39.nl en ik zie u graag terug voor een bezichtiging. Van harte welkom!